Yo Melfam, welkom bij een nieuwe Disco Donderdag. Met eindelijk een gloednieuwe intro in 3, 2, 1. Ik ben altijd Melvin, nog steeds de beste Insta eigen soort. Dit is Disco Donderdag, dus nog snel mijn Discord. Ik reageer op video's die jullie naar mij sturen. Op zoek naar de allerleukste figuren. Klik op de invite dus onder deze video en stuur iets in van een heel erg slecht niveau waarop ik dan misschien wel ga reageren en lach om deze nieuwe Disco Donderdag. Yo, Melfam! En welkom terug bij een gloednieuwe Disco Donderdag met een gloednieuwe intro. Hij is eindelijk af. Het heeft me bijna 2 uren gekost, maar dan heb je ook wat. Ik hoop dat jullie hem allemaal weer uit je hoofd gaan leren. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En ja, weet je, we gaan gewoon ook beginnen. Ik ga nog even wat op deze muur achter mij plakken en dan de allereerste video. Zo. Pizza! Lekker, maar ik heb niets besteld. Waarom maak je die deur open dan? Jij bent toch meneer Hoerneuker? Nee, dat is hierboven. Oké, doe die deur dicht of ik trap je naar binnen. Wat is dit? Ja, zeg het eens. Pizza. De pizza is een Italiaans gerecht. Het bestaat uit een bodem van deeg. Zieke gast, wat zeg jij, grimpelde lul? De oorsprong van de pizza ligt in het Middellandse zeegebied. De oorsprong van mijn lul ligt in de kut van je moeder. Wat is dit? Ook de titel is Turkish Be Like. Ik dacht dat het een Engelse video zou zijn. Het is gewoon een Nederlandse comedy sketch of zo. Ja, moeder! Sorry? Ja, hoerenmoeder! Wat krijgen we nou? Wat moet je? Ik ga langs alle deuren je behaarde oma. Maak grappen met me. Wat heb ik gedaan? Wat is hoerenneuker? Die klanten denken dat ik ze uitschild. Meneer, het is boerenneuker en geen hoerenneuker. Wat is boerenneuker? Is dat een woord? De motor van mijn opa heet zo. Oké, okay, back hier. Maar wat zit daarin? Paard, er zit paard in. Wat is dit? Dit was echt zo'n vage sketch. Ik heb echt geen idee waar ik naar heb gekeken, als ik heel eerlijk ben. Gewoon de dingen die erin gezegd werden. Er zat een soort van systeem in dat het leuk was. Maar ook heel gek. Ik denk in ieder geval dat de clue van het verhaal is dat je nooit een pizza moet bestellen op de naam hoerenneuker. Boerenbeukerneuker. Ik heb geen... Ik laat het maar. Hoi allemaal. Wat de heck. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Wat is dit? Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Wat een stoere oma. Hoi allemaal. Zo, dat was even een leuke special. Er zat veel tijd in en het filmpje duurt 21 seconden. Terwijl wel veel tijd in zit, maar ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo even. Hij praat wel heel gek in de camera. Abonneer op mijn kanaal en tot de volgende video. Zo! Oh yeah! Like en share de video. Deze auto. Huh? En abonneer AUB. Wat een outro, man. Dat had ik niet aanzien komen. Shout-out naar die oma van jou. Even serieus. Dat is gewoon awesome dat je oma meedoet met zo'n videootje. En ik vond het leuk geëdit. Steeds de hallo allemaal. En dan de Halloween-stijl. Ja, het was niet gek. Nee, alleen dan heb je zo'n... zo'n hele lange en gekke outro. Maar ondanks de outro geef ik deze video wel een like. Puur voor die oma. Even serieus, ik vond die oma echt heel vet. Hoi allemaal, ik ben Randy en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Misschien zagen jullie het al achter me. Achter me, gewoon om mij heen. We hebben vandaag weer een nieuwe video van Rollercoaster Tycoon. Kijk hè. Wat? Dat is trouwens ook zo'n ding. Kijk, ik zal wel even mijn... arm zo laten zien. Kijk, dit zo'n... En het gaat dan zo om je arm heen. Ook 20 minuten duurt dit. Ouwe. Ik moet wel toegeven dat ik het knap vind hoe hij dit heeft opgenomen. Gewoon met die camera van zijn mobiel en gewoon zijn mobiel opnemen is echt bijzonder. Moeten we hier zo verder gaan? Kijk hoor. Hoe hij praat ook gewoon alsof hij dit al dagelijks doet. Moet ook nog kapot veel. Nou, hier heb ik dus een... Wat? Hij edit zelfs? Hij heeft een knip? Nee joh, deze man die doet gewoon vet veel tijd in zo'n video steken. Even
eventjes. En zet is niet het, dat is heel erg recht, dan speelt hij dit. Ik geen idee, ik ga hier niet 20 minuten naar kijken, maar ik vind het wel leuk hoe die het doet ofzo. Ja, hey Randy, shout-out naar jou, man. Dankjewel voor je stomme zelfpromotie waarschijnlijk, maar ik vind het niet slecht. Ik heb slechtere dingen gezien. Zo grappig filmpje. I love you. Haha, wat grappig. Haha, wat is dit dan? Boor wat hij zegt. Van Ed. Waarom is dit grappig? Kan niemand mij uitleggen waarom dit grappig is? Ik vond dit namelijk niet grappig. It's your boy Boem. Oké, okay. A cringe song made by Boem? Oké. Okay. Het is echt ongekend. Heb ook maar 2 eurocent. Weet niet hoe ik dit bedenk. Heb ook niet echt een talent. Waar? Kom aan in Primark jas, doe niet aan die Gucci tas. Heb zeker geen zware pas, gaan er shoppen zeg ik pas. Geen geld. Kom aan in Primark jas, doe niet aan die Gucci tas. Heb zeker geen zware pas, gaan er shoppen zeg ik. Die zoveel tijd ingestoken. En dan hoor je die ad-libs daar doorheen. Die skurt en zo. En het is niet eens op de maat. Het is gewoon heel random. En dan probeert die merkbaar zo hard zijn best te doen. Deze clip is dikker dan jouw bovenlip. En ze weten wie het is. Het is Bram in the motherfucking building, bitch. Oké. Okay. Dat was het al of zo? Is zich ongekend. Heb ook maar 2 eurocent. Ik weet niet hoe ik dit bedenk. Ja, ik weet niet. Het is niet heel slecht. Kom aan in Primark jas. Doe niet aan die Gucci tas. Heb zeker geen zware pas. Heel gaan er shoppen zeg ik pas. Geen geld. Kom aan in Primark jas. Doe niet aan die Gucci tas. Het is niet heel slecht. Heel gaan er shoppen zeg ik pas. Geen geld. Nou boys, dat was hem dan. Ik hoop dat jullie genoten hebben en later. Hey boy, dankjewel man. Ik heb wel genoten, moet ik toegeven. Hij was niet super slecht, omdat de tekst volgens mij ook nog best wel ergens op sloeg, hè. Maar er zijn een boel verbeterpunten. Maar dat maakt niet uit. Als dit gewoon je allereerste stap is richting de muziekindustrie, is het een goede poging. Ja, als jij wil gaan rappen, ik zal er nog even iets meer in verdiepen, maar je komt er misschien wel. Niet dat ik er veel verstand van heb, maar dat is gewoon wat ik ervan vond. Ik geef je gewoon even een klein applaus voor de moeite die je hebt gestoken in deze video. Oei, wat een lekkere banaan heb je daar. Kwaliteit. Kwaliteit 3 seconden, even serieus. Wat is dat? Boei, wat een mooi banaan. En dan upload je het. En dan heb je gewoon een video die je in kan sturen naar Discord Donderdag. Ik verwacht nu een heleboel video's over 2 weken of zo in Discord Donderdag. Waarin iedereen in de supermarkt het fruitschap filmt en schreeuwt wat voor fruit er ligt. Oké, okay, niet schreeuwen, maar ik verwacht wel een paar video's. Gaan jullie toch nooit doen, maar dat maakt niet uit. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Wat? Wat was dit? Waarom deed hij dat? Puur om te laten zien dat hij cool is en gewoon zo'n boksbal tegen zijn gezicht aan kan laten gaan zonder dat hij begint te janken of zo. Dit was echt een hele bijzondere video, gezien er gewoon geen context is. Het grappige vind ik ook nog dat hij hier volgens mij echt pijn krijgt. Dat je echt aan zijn gezicht kan zien dat hij harder aankwam dan hij had verwacht. En dan toch denk van, oh, laat ik de video toch maar ophouden. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik snap ook niet hoe zoiets op het internet komt. Serieus, dit nummer. Guus, kom naar huis, want... Ik ken dit nummer ook. Jullie zullen allemaal wel weer denken van... Melvin, waarom ken jij die hele stomme nummers? Oh, jullie moeten dit echt horen, wacht. Guus, kom naar huis, want de koeien staan te springen. Oh, waarom ken ik dit? Ja. Leuk, ik vind het wel weer leuk dat dit wordt opgestuurd. Laatst hadden we ook zo'n nummer van ik echt dacht van... What? Dat ken ik. En nu weer. Dankjewel voor deze kleine sprongetjes van nostalgie. Ik heb een video die niet van YouTube komt, maar op mijn Discord is ingezonden. Daar staat dit logo van mij, dat is mijn oude logo. En dan loopt hij zo en dan wordt dat op mijn gezicht. What? Nou, met die mindblown ding, ik... What? Hoe is dit gemaakt? Voor mij is het 3D geanimeerd, maar dat ziet er wel echt heel vet uit.
Sure. Ik wil jou ook bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Disco Donderdag. Heb je genoten van de intro, van de video's die we hebben gezien? Druk op blauw duimpje omhoog. Klik hiernaast, want anders komt mijn merch. Dus abonneer, reageer. En ja, ik ben benieuwd naar jullie reacties over de intro. Voor dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie en dat is... Doei mensen!